deelnemers van de landelijke opschoondag vonden dit jaar een gouden ticket in hun lunchpakket. De prijsuitreiking was tevens de kick-off van de gouden pin. Met schokken zaten we bijna 500 en nu zaten we ook op ruim 300. Ja, jullie zijn natuurlijk de gelukkige winnaars van de gouden ticket. Die hebben wij, we hebben 3 tickets hebben we vergeven. En die hebben we in de lunchboxen gedaan van de landelijke opschoondag. Ja. Helaas is er geen 3e gemeld. Ja. We hebben nog even gewacht. Jullie zijn natuurlijk wel de 2 gelukkige. Ik moet even naar hem kijken. Denk ik? Ja. Die wel de gouden ticket heeft getrokken. Jullie komen natuurlijk ook voor het verzilveren van de prijs. Want er zit natuurlijk wel een leuke prijs achter. Althans, zo hadden wij hem in ieder geval wel bedacht. Dat ga ik je zo ook geven. De actie is eigenlijk bedoeld, die we gaan starten, is dat bewoners, medebewoners kunnen nomineren die zich inzetten voor een schone en leefbare woonruimte. Dus als je bijvoorbeeld zegt van nou, ik heb tante Nel, die zet zich al jarenlang in, of oma Ruud, ik noem maar even wat. Die zou ik nou echt een nominatie willen geven, want die verdient dat. Die is zo hard bezig in die openbare ruimte. Die krijgt dan van ons de gouden pin. En de gouden pin die heb ik laten maken. Dat is deze. Kijk al! En die is echt uniek. Die zijn echt uniek. Die zijn ook niet te koop. Natuurlijk niet. Die heb ik ook in het borduur laten maken van Stoffie en Blikkie, waar onze hele campagne centraal van staat. De actie loopt tot eind juni. En ik hoop dat we daarna een aantal leuke genomineerden kunnen trekken. Ja. Die dan zo'n mooie pin in ontvangst kunnen nemen. Ik heb wel mensen in gedacht. Ja, ongetwijfeld. Ja. Ongetwijfeld. Simon, mag ik jou als eerste naar voren roepen? Nogmaals, proficiat. Dankjewel. Je zei net van, we zijn met 15 bewoners actief geweest. Ik denk dat je dat daar ook mee moet delen. Ja, ik vrees het. Oh, wauw. Oh, prachtig. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Ik vind hem heel leuk. We hebben hem echt speciaal laten maken. Hij is echt uniek. Kijk. Trouwens, ja. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Ja. Ja. Kijken. De taart vinden we fantastisch en die gaan we ook delen met de mensen. Ik weet niet meer alle mensen die mee hebben geholpen, maar wel in ieder geval een aantal mensen vanuit de flat. Dus die ga ik zeker een stuk geven, zodat het samen opruimen is, ook samen de prijzen opeten. En ik vond het gewoon een hele leuke actie. Ik vond het echt super. Wat vind je van de actie De Gouden Pin? Ik vind dat een hele goede actie, omdat je daarmee ook weer mensen extra motiveert om de buurt schoon te houden. En het aardig gewoon is dat mensen. Het zijn altijd je hebt een paar goeie en je hebt een paar kwade. En het is goed om even de goeie even extra in het zonnetje te zetten. En als we nou net even wat meer van die goeie dan van die kwaaien hebben, dan houden we onze buurt gewoon een beetje schoon. Het is gewoon prettiger voor iedereen. We'll be right back.